wij als verslaafden dan hebben bestempeld, of, geen klinische diagnose natuurlijk, staat één meisje. En dat waren... Hebben jongens meer kans om verslaafd te worden? Aan videogames, ja. Okay. Ja, absoluut. Boris van der Ven, jij bent ook een fervente gamer. Jij bent programmamaker bij MTV's programma Game Kings. Dus jullie spelen en beoordelen de nieuwste games. Ja. Jullie hebben je flink boos gemaakt over dat onderzoek, over die 12.000 gameverslaafde kinderen. Waar zat die boosheid in? Nou, niet het onderzoek op zich. Ik vind het heel goed dat er onderzoek naar wordt gedaan. Maar ik heb me behoorlijk lopen opwinden over de mediahysterie die eigenlijk los is gebarsten nadat dat onderzoek, of eigenlijk nadat de stichting IVO zijn persbericht had verstuurd. Waarin ze dus zeiden van er zijn 12.000 verslaafde jongeren. De hysterie van de media dan? Nou ja, dat wordt gewoon, op dinsdag werd het persbericht verstuurd waarin dat stond. Op woensdag pas werd het onderzoek wereldkundig gemaakt. Op woensdagochtend lag de Telegraaf in de winkels, grote koppen, 12.000 gameverslaafde jongeren, de wereld vergaat, het is vreselijk, we moeten ingrijpen, het moet verboden worden, kamervragen moeten gesteld worden. En dan denk ik echt van kom op nou, waar gaat dit over? Nou, buiten komen er ook wat reacties op, van een voorbijvarend bootje op de grachten in Amsterdam. Ja. Jij vindt het overdreven? Ik vind het vreselijk overdreven, omdat als ik om me heen kijk, ik herken dat beeld niet. Ik zie heel veel jongeren die gamen, absoluut. Er zijn in Nederland zelfs tegen de 4 miljoen mensen die regelmatig videogames spelen. Je zou zeggen dat als er 12.000 verslaafde jongeren zouden zijn, die zouden toch terecht moeten komen bij de instanties. Het zou druk moeten zijn bij RIAG en weet ik veel wat voor hulporganisaties. En dat is niet zo. Ja. Mario Isaac, jij zit zelf, jij geeft les, je bent gymleraar. Dat klopt. Op een school waar meer VMBO-leerlingen op zitten. Nou, niet echt VMBO-leerlingen. Het is een praktijkschool. Dus er zitten leerlingen op die een sociaal-emotionele achterstand hebben. Beperking moet ik eerlijk zeggen. En een IQ tussen de 60 en de 80. En een aantal leerlingen die hebben autisme, dus PDD-NOS of ADHD. En die zijn gevoeliger voor verslaving. En dan wil ik niet per se zeggen gameverslaving. Maar samen met een collega hebben wij eigenlijk het opgepakt om te gaan kijken. Hoe kunnen we nou gaan adviseren aan ons zorgteam, want dat hebben wij. Mm-hmm. En kijken of we die jongeren kunnen helpen naar een traject. Is het overdreven, wat Boris zegt? Overdreven wil ik niet zeggen. Wij hebben een school van 240 leerlingen. En ik durf te zeggen dat wij 10% gameverslaafden hebben. Dus dan spreek je over 20 à 24 leerlingen. Het is natuurlijk een diagnose die eerlijk gezegd nog niet echt gesteld kan worden. Dus een echt duidelijk aantal kan ook nog niet genoemd worden. Het is eerder dat de signalen ook nog niet bekend zijn. En daar moeten we naartoe. Wij als docenten en als ouders moeten dus gaan kijken hoe kunnen we het signaleren. Maar maak jij je wel zorgen? Ik maak me zorgen. Ja. Ik maak me eerlijk gezegd zorgen, omdat ik zie dat als ze bijvoorbeeld staan, was het toch? In het weekend 13 uur achter een computer zit en je hebt het over praten met mensen in China. Daar zit een bepaald tijdsverschil tussen. Is dat 's nachts, is dat overdag dat je met die mensen praat? Ja, in China zal denk ik de gameverslaving wel wat extremer zijn als hier. Want je hebt natuurlijk in China ook veel meer mensen. Dus ja, game dan. Maar voor jou, wanneer praat jij met die mensen? Is dat 's nachts of is het overdag hier in Nederland? Als hier in Nederland het overdag is, 's nachts game ik niet zo heel veel. Ja, nee. Want gebeurt dat ook veel, Jeroen Lemmens? Dat er 's nachts veel gegamed wordt? Ik moet zeggen, maar ze spenderen natuurlijk verschrikkelijk veel tijd eraan. En ja, dat moet ergens vandaan komen. Dat moet ook ergens ten koste van gaan. En vaak is dat dan nachtrust. Ja, ja, dat leidt er dan vaak om. Dirk Beijers, jij zit te knikken. Ja. Jij bent zelf gameverslaafd geweest, hè? Ja. Kun jij een kijkje geven hoe jouw leven er dan uitzag? Mijn leven, dat was eigenlijk bij mij begonnen na de scheiding van mijn ouders. Het ging gewoon niet goed met mij en... Ik ben op een gegeven moment, toen ben ik de MMORPG, dat is een bepaald type game. Waarin je dus je eigen karakter creëert en je als het ware door een bepaald rijk heen gaat als dat karakter. En, je moet dan allerlei dingen doen ofzo? Hoe werkt dat? Ja, je bent eigenlijk je eigen karakter, je eigen avontuur aan het beleven als dat karakter. En je gaat levels omhoog, je gaat trainen, mm-hmm. Je probeert armor te verzamelen, zulke dingen. Wat probeer je te verzamelen? Armorstukken om beter te worden. Wat zijn dat? Panzer. Panzer, oké. Echt van alles. En dan, hoe mijn leven eruit zag, is ik moest wel naar school toe, want ik was 11, 12 jaar toen was ik begonnen. En als ik dan thuis kwam, dan was het 3 uur ongeveer. Dan begon ik met gamen. En dan tot een uur of 11, 11:30. En dan moest ik naar bed. En dan wacht ik een half uurtje, een uurtje. En dan lag mijn vader te slapen en dan stond ik op.
En dan ging ik tot 6 uur doorgamen, 's ochtends. En dan ging ik snel in mijn bed liggen. En soms dan ging ik een nacht slapen. Zo. Ja. En eigenlijk zo zag het er een beetje uit. Ja. Mag ik je wat vragen? Ja. Vind je het leuk, gamen? Ja, maar ik vond het toen... toen was het wel erg uit de hand gelopen, zeg maar. Ja. Waarom vraag je dat, Boris van der Ven? Nee, omdat ik me realiseer dat mensen dit doen omdat ze het gewoon leuk vinden. En ik bedoel, als ik net een nieuw boek koop en ik vind het fantastisch, dan lees ik het in één ruk uit. En als ik een nieuwe game heb, dan speel ik hem in één keer uit. En dan, of ik daarna 10 uur of 100 uur mee bezig ben, als ik er klaar mee ben, ben ik er klaar mee. En, ja, maar ga je 100 uur achter elkaar door dan? Nee, tuurlijk niet. Ik was moe, ga ik slapen. Dat is het probleem nou juist bij dat type spellen. Het is niet klaar. Want wat is, probeer eens uit te leggen wat er zo verslavend aan is. Het is zo verslavend. Het is dat je constant eigenlijk bezig bent om een bepaald doel te bereiken. En zodra je dat doel hebt bereikt, dan dat is gewoon een soort beloningprincipe. Dan krijg je, er wordt een bepaald stofje in je hersenen aangemaakt. En dat is ook een van de verslavende dingen. En dan ga je vervolgens weer naar het volgende toe. En dat blijft maar doorgaan. En daarom, ik heb dat spel jaren gespeeld. Ja, dan kan het dus wel verslavend zijn, Boris van der Ven. Ja, maar ik vraag me af of de game verslavend is en daarom steek je er zoveel tijd in. Of omdat je de game gebruikt als uitweg om te vluchten uit de situatie die misschien moeilijk is. Zoals bijvoorbeeld de scheiding van je ouders. En dan, is het de game of is dat gewoon de uitweg? Het is de uitweg. Ja. Ik denk dat er absoluut wel verslavende aspecten zitten aan een game. Maar ik denk dat het meer bij de persoon ligt. Of dat diegene... hoe die daarmee omgaat. Ja. En als iemand daar niet mee om kan gaan, dan is die persoon verslaafd. Dat wil niet zeggen dat andere mensen die daar niet mee om kunnen gaan, dat spel niet kunnen spelen. Ja. Maar is dat het beeld wat jij vaak ook ziet, Nicole van Meel? Want jij bent de behandelaar van Dirk Beyers. Ja. Jij bent als psycholoog, werk jij. Ligt het aan games of aan de mensen? Nou, wat we zien is, ik wil ook wel even refereren aan meneer Lemmers en meneer Van der Ven, dat het wordt heel veel gespeeld en lang niet iedereen is daar heel erg verslaafd aan. En wat we zien zijn de jongeren die veel problemen hebben op allerlei levensgebieden, die komen bij ons in behandeling, want die slaan daar dus in door. Wat u ook al zegt, een soort van uitvlucht voor hun problematiek. Ja. Game is daar een hele toegankelijke manier voor. Maar ligt het dan aan het gamen of aan de persoon? Nou, ik denk dat er wel persoonsinvloeden wel een hele belangrijke rol spelen. Maar de game maakt het ook wel heel aantrekkelijk om dat dan weer te beïnvloeden. Dus een soort van kip en ei verhaal. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Ingo? Aan wie ligt het? Aan de game of aan de persoon? Ik denk meer aan de persoon, want...